De telecommunicatieautoriteit TAS heeft Purple TV een jaar teruggevraagd naar hun vergunning. De leiding van het station weigerde echter om de nodige bescheidenheid in orde te maken. Dat zegt TAS-directeur Wendy Yapayou. Ze zegt dat er meer stations waren die geen vergunning hadden. De TAS had de hele groep opgeroepen om hun zaken in orde te maken, zodat ze aan de vergunningsvoorwaarden voldoen. Alle andere stations hebben gehoor gegeven aan de oproep, behalve Purple TV. Eén, de mensen hadden geen vergunning. We hebben ze sinds vorig jaar hadden we Telesuur, omdat Telesuur de platformhouder is en de mensen accommodeert. Dus wij hebben afspraken met alle platformhouders. Ze kennen ook de voorwaarden. Ze weten dat de mensen die ze accommoderen eerst een vergunning moeten hebben van de TAS, alvorens ze geaccommodeerd moeten worden. We hebben sinds vorig jaar gemerkt dat er toch nog platformhouders waren die organisaties accommodeerden zonder dat ze eerst een vergunning hadden. Dus we hebben toen alle platformhouders aangeschreven dat deze mensen zich verplicht moeten aanmelden bij de TAS. Anders gaan we ze uit de lucht laten halen. Het was bij een aantal platformhouders was dit het geval. Allemaal hebben de mensen stuk voor stuk gestuurd naar de TAS om hun vergunning aan te vragen. Allemaal hebben dat gedaan. Ook bij Telesuur was er nog een ander station dat nog geen vergunning had. Die is ook netjes komen aanvragen. Alleen de mensen van 12.5 hebben dat niet gedaan. Inmiddels is er wel een vergunning aangevraagd door Purple TV, zegt de TAS-directeur. Ik heb van mijn secretariaat begrepen dat de avond dat we dus de stopzetting hebben gedaan, er dus een aanvraag binnen is gekomen en die is vandaag gestart met de behandeling daarvan. Tot nu toe mogen ze niet uitzenden op dat kanaal? Nee, zolang ze geen vergunning hebben gehad, mogen ze niet uitzenden. En hoe staat het, want we zien dat er heel veel televisiestations zijn en kanalen worden verhuurd. Dat zit allemaal goed, er is genoeg ruimte? Er is genoeg ruimte voor de subkanalen. Er komen geen televisiestations bij, dus er komen geen vergunninghouders meer bij, want er is geen frequentie meer. Maar de bestaande vergunninghouders hebben allemaal de ruimte om subkanalen te verhuren. Dus subkanalen kunnen wel nog steeds verhuurd worden. Maar de mensen moeten eerst een vergunning hebben van de TAS. Dat was de directeur van de TAS, Wendy Yapayou. Purple TV beschikte niet over een vergunning, waardoor het kanaal uit de lucht is gehaald.